beste kijkers, dit, u kent hem allemaal, is een levende legende, Hans Plomp. En er is een nieuw boek uitgekomen, het gedicht van Hans Plomp. En ook een stukje biografie, staat 40 pagina's. Jouw levensverhaal in, het zou eigenlijk veel dikker en veel langer moeten zijn. Gaat over de hele wereld. Hè? Ik hoop het. Het is Nederlands. Dat is natuurlijk maar een beperkt taalgebied. Maar, jij bent toch over de hele wereld geweest, van Australië tot de Noordpool zo'n beetje? Nou ja, inderdaad. Ja, die twee nou net niet, maar verder wel. Ja, verder wel. Hans Plomp, u kent hem ook van Ruigert, waar binnenkort die vurige tongen uit gaat breken, waar u allemaal heen moet om haar feest te vieren. En Hans Plomp, schrijver, dichter, kunstenaar, gaat deze reportage nu afsluiten met een heel kort, maar heel goed en heel belangrijk gedicht. Hans, ik zou zeggen, hit it. Oké, daar ga ik, jongens. Ieder mens wordt geboren als uniek origineel. Velen van ons sterven als een slechte kopie. Maar jullie niet, hè? En beste kijkers, het is maar dat u dat weet. Precies.